Voorbarig omdat het niet helemaal duidelijk is of het nou rechtstreeks met elkaar te maken heeft, vaccinatie en die trombosis. En het is verstandiger om te wachten op de officiële uitspraak van European Medicines Agency. Die verwachten we morgen of overmorgen, dat is heel snel. Dus ik had het verstandiger geacht om door te gaan met vaccineren, wat heel erg belangrijk is, en die uitspraak af te wachten. De huisartsen worden door de tweede stop overstelpt met vragen. Met Dennis Mook, huisarts. En zitten met de handen in de haren. Dennis Mook Kanamori is ook coördinator van het vaccinatieprogramma Hollands Midden-Noord. Hij signaleert grote onduidelijkheid onder de 60 minners... die op het punt staan te worden gevaccineerd met AstraZeneca. Wanneer ben ik dan wel aan de beurt als ik nu niet mag? Of krijg ik een goed alternatief als AstraZeneca niet mag? Wanneer weet u het wel, dokter? Ja, dat, dat, wij weten het niet. Hij voorziet dat morgen of overmorgen het EMA weer groen licht geeft voor AstraZeneca. Maar hij is bang dat de bereidheid om te vaccineren hierdoor sterk is afgenomen. Want aanvankelijk nog zo'n 90%, na de eerste stop nog maar zo'n 60, 70% bereidheid. En nu? Hebben 40% hun afspraak gemaakt? Het is wel zo dat er nog heel veel mensen een afspraak kunnen maken. Dus wij hopen ook weer rond die 60, 70 procent wel te halen. Maar. Het is beduidend minder druk dan we hadden gehoopt, laten we het zo zeggen. Ook al is het niet precies te zeggen wie kans loopt op trombose, volgens Huisman wegen de nadelen niet op tegen de voordelen van het vaccineren. Het antwoord is gewoon niet goed te geven, maar het is zeker dat het heel zeldzaam is en dan moet je toch denken aan hoogstens 1 op 100.000. Nou, dat is ontzettend kleine kans. De kans is natuurlijk veel groter dat je, als je aangeraakt wordt door COVID-19, daar ernstig ziek van kan worden. Die kans is veel groter. Dus vaccineren is veel beter dan niet vaccineren en een hele kleine kans op die trombose oplopen. Zou u zich laten vaccineren met AstraZeneca? Ja.